Goedendag, welkom bij GPTV. Traditiegetrouw ging op de vrijdag na Hemelvaartsdag weer de HT sloepenrace van start. Zo'n 135 sloepen verschenen aan de start in Harlingen, waarna de ruim 1000 deelnemers onder prachtige weersomstandigheden weer de blaren op hun handen en billen roeiden om zo snel mogelijk de overkant ter Schelling te halen. Geef me de riemen van je roeiboot even aan, want ik moet roeien met de riemen die ik heb. Ik moet roeien met de riemen die ik heb. Roeien met de riemen die ik heb. Roeien met de riemen die ik heb. Ik moet roeien met de riemen die ik heb. Vijf, vier, drie, twee, één, go! Ja, het wordt vandaag denken wij een snelle race, omdat de wind mee is en de stroom is mee. We zijn starten nu na hoogwater en voorgaande jaren was het dus voor hoogwater. Dus ik denk dat het heel snel kan gaan vandaag. Ja. Mag ik zeggen kat in het bakje of? Nou, om de overkant te komen wel, ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat er geen uitvallers zijn vandaag. Hoe hebben jullie voorbereid? We hebben sinds eind januari hebben we getraind. Soms twee keer in de week en een paar keer drie keer in de week. Ja, en dan proberen we 2 uur te roeien, 2,5 uur en dan soms 3 uur te roeien. En dan door de week intervallen en zaterdags een langere afstand te roeien. Leg me eens uit, wat is hier zo leuk aan? Nou, als je onderweg zit, dan vraag ik me dat ook wel eens af. maar als je, nee, het is eigenlijk de voldoening dat als je aankomt en dat je dan toch weer zo'n heel eind hebt geroeid. Vandaag denk ik inderdaad dat het niet zo moeilijk is. Ja. Maar er zijn ook wel eens jaren geweest dat je dacht, jongens, mogen maar aankomen. Ja, 2005 bijvoorbeeld was een heel slecht jaar. Dat wind tegen en dan de stroom tegen elkaar in. Dus dan is het waardeloos roeien en dan denk je, ja, mogen maar aankomen. Is het ook met elkaar, met de groep, de prestatie, is dat ook een stuk motivatie? Ja, sloeproeien is een teamsport natuurlijk. Je moet het, qua techniek moet je dus allemaal precies gelijk roeien. Hopelijk ook is de krachtverdeling over de boot goed. Dus je moet links en rechts, bakboord en stuurboord, moet je ongeveer gelijke kracht hebben. Ja, en vooral gelijk roeien natuurlijk. En dan, ja, je traint met z'n allen, dus je probeert ook conditioneel en technisch. En op kracht probeer je dan zo goed mogelijk te presteren. Terwijl we